Ik ben Suzy, Suzy van Gurk. Ik ben 30 jaar. En ik ben de mama van Imke de Rijt. En die is 8 jaar. Imke heeft Tourette Plus. Dat is naast Tourette er nog kenmerken zijn van andere stoornissen. Dus zij heeft Tourette Plus met ASS-kenmerken, OCD-kenmerken en ADHD. ASS is het autisme spectrum stoornis. Dat ik het bij Imke eigenlijk heb ontdekt, is een lang proces geweest. Als mama voelde snel aan dat er iets anders is aan uw kind. Maar het was gewoon alleszins een hele zware huilbaby. De eerste plaats waar zij rust in vond, was in haar bedje. Dus dat was iets bizar, vond ik toen al. In de kleuterklas zijn de eerste tics in principe gekomen. Dat was in de tweede kleuterklas. Wanneer dat ze begonnen te spreken over dat ze haar eigen helemaal in haar eigen wereldje zetten. Want het moment dat er zo een vrij moment was, dat kon een paar seconden en dan ging die precies in een trance. En dan ging die op haar stoel zitten en dan zette die haar handen, ja, tussen haar benen was dat toen. En dan ging die niks anders doen dan schommelen. In eerste instantie, ja, denkte nog niet aan Tourette, maar denkte aan, ja, ontdekking van het lichaam, werd er toen ook gezegd. En kun jij ook vertellen welke tics dat jij allemaal hebt? Mijn kuchtiks. Mijn hoofd in een weeg, met mijn armen spreiden, mijn benen, fluiten, en mijn buik. Ja. Vanaf dat ze eigenlijk geboren is tot, hoe oud was ze dan? Ja, 7 jaar. Eer dat we dan eindelijk een antwoord kregen van, kijk, het is Tourette. En naar het schijnt is dat nog redelijk snel. Als ik daar te horen krijg van de vereniging van Tourette, van ik tik uit, dat het soms nog langer kan duren eer dat ze effectief kunnen zeggen van je zit met Tourette. Ze zeggen dat na de 10e jaar de tics kunnen afnemen. Dus ik kan er eigenlijk alleen maar voor hopen dat dat voor haar ook